Dit jury-instructiefilmpje behandelt de specifieke aandachtspunten voor baancommissarissen bij de verschillende estafetteonderdelen. Voor de algemene baancommissaris-instructie is een apart filmpje gemaakt. Deze is natuurlijk ook van toepassing op juryleden bij de estafettes. Bij alle estafettes die volgens het normale reglement op de atletiekbaan plaatsvinden, bestaat een ploeg uit 4 atleten die met een estafettestokje lopen. Aanvullend zijn er nog andere varianten, zoals bijvoorbeeld een pendelestafette bij pupillen en een equiden, waarbij de atleten met een sjerp op de weg lopen. Deze andere estafettevormen behandelen we in dit filmpje niet. Atleten moeten het estafettestokje binnen het wisselvak overgeven. Het wisselvak is, bij estafettes tot en met de 4x200 meter, 30 meter lang en is met haken aangegeven op de baan. De punten van de haken wijzen naar de binnenzijde van het wisselvak. Bij de 4x400 meter en langer en bij de laatste wissel van de medley relay is het wisselvak 20 meter lang. De ontvangende atleet mag vanaf elke plaats binnen het wisselvak beginnen. Stel dat hij ergens aan het begin van het wisselvak gaat staan. Hij mag dan in zijn baan een stuk tape van maximaal 40 centimeter lang plakken om te gebruiken voor zijn start. Zolang het stokje nog niet in het wisselvak is, mag de ontvangende loper deze nog niet aanraken. Pas wanneer het stokje de eerste haak van het wisselvak gepasseerd is, mag de ontvangende loper deze vastpakken en overnemen. Voor de aankomende loper geldt dat deze bij het overgeven van het stokje losgelaten moet hebben voor het eind van het wisselvak. Het stokje mag niet overgegooid worden. Als het stokje valt, moet de atleet die hem heeft laten vallen hem weer oprapen en hij mag hierbij de afstand niet verkorten. Als het stokje buiten zijn baan valt, mag de atleet zijn baan verlaten om het stokje weer op te pakken. In alle gevallen moet hij eerst terug naar de plek waar hij het stokje voor het laatst vast had, voordat hij verder mag lopen. Ten slotte mogen atleten elkaar niet hinderen. Dit geldt als de atleet zijn stokje heeft laten vallen, maar ook als de atleet zijn baan wil verlaten na een correcte wissel. Bij de wat langere estafetteafstanden komen ook wissels voor waarbij de atleten niet in aparte banen lopen. Ook bij deze wissels moeten de atleten zich in het wisselvak opstellen. Bij de 4x400 meter gebeurt dit in de volgorde zoals de aankomende atleten de laatste bocht zijn ingegaan. Deze volgorde mag niet meer gewijzigd worden. Ook niet als hun ploeggenoten alsnog iemand anders inhalen. Bij alle wissels geldt dat men niet mag duwen en dringen of andere atleten de doorgang mag belemmeren. Als je als baancommissaris bij de estafettes iets constateert waarvan je denkt dat dit niet volgens de regels is, of wat van negatieve invloed kan zijn op het wedstrijdverloop, waarschuw je de scheidsrechter. Dit doe je in eerste instantie door het duidelijk tonen van een gele vlag. Om de wedstrijd zelf zo min mogelijk te beïnvloeden, doe je dit zodra de laatste atleet de finish bereikt heeft of de baan heeft verlaten. Sowieso vul je voor elke constatering een overtredingsrapport in. De scheidsrechter zal vervolgens jouw informatie gebruiken om een beslissing te nemen. Ook als er iets bijzonders gebeurt, maar dit volgens jouw mening wel volgens de regels is, schrijf je een rapport. Mocht later een atleet bijvoorbeeld protesteren bij de scheidsrechter, dan kan deze jouw waarneming gebruiken bij zijn besluitvorming. Het is goed om te realiseren dat je als baancommissaris zelf geen beslissing hoeft te nemen. Ook als je twijfelt, kan je dus gewoon de gele vlag omhoog steken en daarna overleggen met de scheidsrechter. Zo, in dit filmpje hebben we de bijzonderheden met betrekking tot baancommissaristaken bij estafettes besproken. Veel plezier bij het jureren!